De A73 was afgelopen vrijdag afgesloten voor al het verkeer na een bizar ongeval. Een vrachtwagen met paard moest stoppen op een vluchtstrook nadat twee paard ruzie hadden gekregen. Een paard had een paniekte zijdeur opengetrapt. Het paard kwam met de been neven de vrachtwagen terecht. De brandweer geassisteerd om het paard los te krijgen uit de vrachtwagen. Ook de angerveerpaard werden uit de trailer gehaald. Uit voorzorg werden daarom de hele A73 in beide richtingen afgesloten. Daardoor zijn er lange files ontstaan. Het paard dat alles hij veroorzaakt is ter plaatse gecontroleerd door een dierenarts. Maar gelukkig was het beest niet ernstig gewond geraakt. De paard kostte na het avontuur weer probleemloos haar weg vervolgen. De eigenaren waren vooral flink geschrokken.